Hartelijk welkom op deze bijeenkomst waarbij we een presentatie geven van de ontwerpen die uit de prijsvraag zijn tevoorschijn gekomen. En waar de jury een oordeel over heeft gevormd. Dat gaan we straks in nemen. Maar ik wou u nog even iets melden over de aanleiding. De aanleiding is eigenlijk dat een aantal mensen zo in en rondom Kassela van mening waren dat er in Almere geen moderne maquetten, daar bedoelden we niet de houten blokjes, maquetten mee die jarenlang door stedenbouwkundigen gebruikt is, maar een wat meer modernere maquette die ook toeristisch attractief is, waarbij je de totale stad kunt beleven. Ja, dat Almere dat niet heeft. En een aantal mensen vonden dat dat eigenlijk hier ook wel moest zijn als onderdeel van het voorzieningenpakket wat we op cultureel en educatief gebied en toeristisch gebied hebben. We hebben gezegd, nou, wie en waar zou dat dan moeten plaatsvinden? Omdat een van de belangrijkste invalshoeken natuurlijk, als je aan Almere denkt, over een maquette, toch de stedenbouwkundige architectonische invalshoek is van deze nieuwe stad. En dan denk je aan Kassela. En Kassela heeft toen gezegd, nou, eigenlijk is dat wel interessant voor ons, om dat idee van een maquette is op te pakken. En dat oppakken heeft geresulteerd in een aantal gesprekken en in een prijsvraag voor een ontwerp in dit gebouw. En aan dit gebouw, op het gebouw waar Kassela functioneert. Waarom? Omdat het inhoudelijk natuurlijk toch heel sterk met de activiteiten en de essentie van Kassela verbonden is. En in de tweede plaats, omdat het zeker in deze tijd erg belangrijk is om, als je iets nieuwe maquetten ergens wil plaatsen, om die ook aan te sluiten bij een, ja, een bestaande organisatie die weet waarover dat soort dingen gaat en die ook zo'n maquette kan behappen en beheren, ook een moderne maquette. En toen hebben we in overleg met Kassela gezegd, nou, laten we eens kijken wat in het huidige Kasselagebouw mogelijk is, met behoud van de functies die er nu zijn. En dan is dat toch vrij beperkt natuurlijk. Een redelijk klein gebouw, zeker als je de functies die er nu zijn wil behouden. En toen is het idee opgevat om aan uitbreiding en aanbouw te denken. En daaruit is weer het idee gekomen van, nou, laten we eens een prijsvraag organiseren. 5 Almeerse bureaus uit te nodigen. Om daar hun ideeën eens over kenbaar te maken. Natuurlijk met programma's en spelregels en randvoorwaarden, waarin ook weer bedragen staan. U weet allemaal hoe dat gaat. En een jury, die hoort daar dan ook bij. En dan bellen ze weer of die voorzitter wil zijn. En een presentatie, en dat is er vandaag. De jury die bestond uit René van Zuuk, Jean-Philippe Lanoir, de man van dit gebouw. Jean van Heeswijk was helaas wegens ziekte toen verhinderd. En mijn persoontje. En we hebben, maar daar zult u begrip voor hebben, ook wat nader gekeken en advies ingewonnen bij externe over de financiële economische uitvoerbaarheid. Dat hoort er natuurlijk een beetje bij in deze tijd. Nou, we zijn nu bij die presentatie van de ontwerpen, van die resultaten van die prijsvraag. De initiatiefnemers en opdrachtgevers hebben gezegd, wij willen de verplichting uitspreken en de intentie op tafel leggen om ook met het ontwerp wat er uiteindelijk uitkomt om daarmee aan de slag te gaan. En om dat te realiseren. Zijn, wat de inhoud betreft van die maquette en hoe je dat dan moet doen, zijn we pas in de beginfase. Dat wil ik in alle duidelijkheid hier zeggen. Bij dit soort vraagstukken is het altijd waar begin je. Hè? Begin je eerst bij de formule van wat willen we nou eigenlijk en voor wie doen we het
En wat komt er allemaal bij kijken en wat kost het? Nou, de andere kant is, laten we eens even kijken wat er kan, ook architectonisch. Nou, Kassla, het idee is uit Kassla gekomen. Daar is ook dit gebouw als vertrekpunt genomen. Dat betekent, is er gezegd, dat het ook architectonisch verantwoord moet zijn. Ja, meer kun je als Kassla niet willen natuurlijk. Dat is wel het minste. We staan aan het begin van het proces. We moeten het hele idee van wat voor soort maquette wil je nou eigenlijk? Wie wil je trekken als bezoeker? Welke invalshoek neem je? En dan zijn er allerlei technieken en mediaontwikkelingen waar ik niks over ga zeggen omdat ik er geen bal verstand van heb. Maar die zo ontwikkeld zijn en die u ook misschien uit andere steden kent. Daar gaan we naar op zoek. Die gaan we bekijken wat kan en wat is wenselijk. En zo hebben we ook een bezoek gebracht, een tijdje geleden, zomaar, ja, als bestuurders van Casa Kassla, Jan de Letter, Henk Smeeman en ik, als bestuurders en Hans, zijn we naar het Scheepvaartmuseum in Amsterdam geweest, omdat ik daar een keer een mooie maquette zag over het westelijk havengebied. Niet dat het zo moet worden, maar we zijn nu in de fase van we gaan ideeën opdoen. En Hans heeft heel ondeugend daar een videootje of een filmpje, wat moet ik zeggen? PowerPoint? Hoe heet dat? PowerPoint? En Hans heeft daar een PowerPoint van gemaakt. Zo. Zomaar toen we daar waren om te kijken waar je dan aan moest denken. En ik was daar toen met de kleinkinderen en vond het leuk. Ik denk, ja, als we nou zoiets in Almere zouden kunnen hebben. En Hans zegt, nou, dat laten we nu zien. Laten we aan de mensen. En daarna gaan we iets vertellen over de uitslag van de ontwerpen, want daar bent u voor gekomen. Maar dan weet u een beetje de context waarin dat allemaal geplaatst moet worden straks.